Hey, wat leuk dat je kijkt! Ik ben Renske van Remix Design & More. En zoals je misschien in de vorige video's wel hebt kunnen zien, ben ik de nieuwe Experience Fresh Ambassadeur voor Panasonic. Voordat ik doorga naar het recept van mijn allereerste kookvideo, wil ik me even voorstellen. Ik ben dus Renske, ben net 30 geworden en ben getrouwd met Bert. Samen hebben wij een heel lief zoontje van bijna 3 jaar en die heet Sam. We wonen hier in Den Haag in een oude schoenmakerij, wat eigenlijk 20 jaar geleden al als woonhuis is omgebouwd. Maar wij zijn hier zo'n 2 jaar geleden komen wonen en hebben toen ook onze eigen keuken mogen ontwerpen. En dat is natuurlijk de droom van elke foodie. Daarnaast ben ik 1 dag in de week gastouder voor mijn neefje. Geef ik 1 keer in de maand een workshop handlettering hier aan de eettafel. En hou ik heel erg van huisinrichting en waar ik ook wel eens advies in geef. Dus ik ben een hele drukke tante, dat hoor je wel. Helaas ben ik ook gediagnosticeerd met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is een heel lang verhaal. Ik kan het gelukkig wel allemaal combineren. Mocht je meer willen weten daarover, kun je het altijd op mijn website vinden. Door naar het recept van vandaag. Ik ga een romige groene aspergesoep maken met crostini en een geheim ingrediënt. Dat geheim ingrediënt maakt de soep extra romig en is ook nog eens heel erg goed voor je. Wat het is? Een avocado. De avocado, zou je denken, hè, in een warme maaltijd. Je kan de avocado heel goed in een warme maaltijd gebruiken. En zeker in deze soep als je hem heel goed vermaalt. Ik ga de blender gebruiken. En deze blender van Panasonic maakt de soep echt super romig. Laten we kijken wat we daarvoor nodig hebben. Asperges, knoflook, avocado, limoen, provenciaalse kruiden, bouillonblokje, ciabatta, zout, peper en olijfolie. Ik ga beginnen met de asperges. Die ga ik even in grove stukken snijden. Samen met de ui en de knoflook roosteren in de oven voor ongeveer 40 minuten. De knoflook grof gesneden. Van de asperges haal ik het houterige gedeelte af. En dan snij ik ze in 3 ongeveer. Bij de asperges, ui en knoflook gaat wat provenciaalse kruiden, olie, peper en zout. Dit hussel ik door elkaar. Deze gaan de oven in. Ik heb hem voorverwarmd op 180 graden. En zo rond de 30-40 minuutjes heeft het wel nodig. Dan maak ik de olie voor de broodjes. Rasp een knoflookteen in de olie. Voeg wat provenciaalse kruiden toe. Peper, zout. En roer even door met een kwastje of een lepeltje. Dan zetten we die even aan de kant. Dan gaan we het brood even snijden in plakken van ongeveer 2 centimeter. Ik heb de broodjes op een met bakpapier beklede bakplaat gelegd. En dan gaan we ze met de olie bestrijken. De asperges zijn klaar. Die ga ik uit de oven halen. Ruikt zo lekker. De broodjes gaan erin. Dan gaan we de soep mixen. Ik doe de avocado erin. Wat van de bouillon. De ene keer heb je gewoon net wat meer volume dan de andere keer. Dus ik doe gewoon alles in één keer erin. Deze blender heeft een speciale soepstand. Ik zet hem aan. En dan kies ik voor de soepstand. En dan gaan we mixen. Ik ga heel veel herrie maken, dus ik hou hem rond even. Zo, rust. Ga ik de soep in de pan doen. Kijk nou hoe romig het is, jongens. Oh, heerlijk. Nog even doorwarmen. En dan voeg ik nog wat limoensap toe. De soep is klaar. Ik ga zo lekker eten. Vond je dit nou een leuke video? Volg me dan vooral op mijn YouTube kanaal. En voor het hele recept kun je op mijn blog kijken. Tot de volgende keer!